epihunter zou voor ons kunnen betekenen dat door de dag is hij heel regelmatig afwezig. En ik ben er zeker van dat epihunter dat zou kunnen detecteren dat dat ook aanvalletjes zijn. Dat we kunnen focussen op de frequentie van de aanvallen. Dat we misschien kunnen zoeken van wat de triggers zijn. Een epihunter kan waarschijnlijk wel goed zijn voor de detectie van de aanvallen, zodat de leerkracht en de mensen rondom hem zien en ook weten wanneer hij een aanval zou doen, want dat is niet altijd merkbaar. De juffrouw in staat kunnen stellen om haar dingen opnieuw uit te leggen die ze dan effectief niet gehoord heeft. Of onderzoek moet gaan naar de neuroloog, moet al zoveel tijd naar de neuroloog gaan, dan heb je een bewijs dat hij zoveel aanvallen gedaan heeft. Ik denk dat dat voor haar een hele grote vooruitgang gaat zijn op school. Ja.